als Italiaans eten kennen wij natuurlijk allemaal de pasta's en de pizza's. De Italianen, als die gaan barbecuen, dan doen ze dat vaak op een spiedini. Dit zijn arrocicini. Dat zijn spiesjes van schapenvlees. Een lekkernij in met name het oosten van Italië. In Abruzzo, die regio. Ze zitten er allemaal in. Hier staan 40 stokjes. Heel eenvoudig. We klappen hem om. Hij draait automatisch, dus je krijgt een hele mooie, supergelijkmatige garing. Kooltjes zijn aangestoken. Het duurt ongeveer een minuutje of 25. Dat geeft mij mooi de tijd om een saté te marineren. Saté kunnen we op heel veel verschillende manieren maken, met heel veel verschillende soorten vlees eigenlijk. Maar laten we eerlijk wezen, veel Nederlanders die willen die malsheid van een varkenshaasje. Kijk, mooi duurzaam varkensvlees. Een hele makkelijke manier en space-saving manier om te marineren is het gebruik te maken van een zipper. Het is een speciale saté-marinade. En die ga ik een klein beetje tweaken nog. En ik vind het lekker om een beetje extra pit te geven met rode peper. Een klein beetje gember. Ik heb hier nog wat lekkere citroengrasolie. En dan ketchup, een zoete ketchup. Zip. Shake, 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 Sinora. Minimaal een kwartiertje. Shake, 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 Sinora. Shake it all the time. We gaan gewoon laagjes bouwen. We moeten zorgen dat we goed aandrukken, ook die hoekjes goed aandrukken. Dekseltje erop. Dit. Kijk eens jongens. Zo, we hebben een mooi gloeiend bedje van kolen. Niet te heet, hè. De arrosticini zijn klaar. En dan vindt in Italië het lekkerste om dat alleen met een klein beetje zeezout te eten. Simpel en eenvoudig. Saté en arrosticini. Nou, als je de recepten nog eventjes wil nalezen, kun je dat doen op rtl.nl/ikbarbecue voor jou.